Welkom bij het kijken van deze video. Ik ga je uitleggen hoe de digitale collega voor jou als advieskantoor werkt. Het zijn een aantal eenvoudige stappen die ik achter elkaar laat zien, zowel wat jij moet doen als wat de klant ziet. Laten we beginnen. Je bent ingelogd als kantoor op onze omgeving Flowcore. En daar heb je de mogelijkheid om klanten uit te nodigen. Dat kan door het knopje dossier. Bij het dossier vind je een aantal stappen, dat is het overzicht van het dossier, welke uitnodiging heb je zelf al verstuurd en wat is daar de status van. Klanten uitnodigen, één voor één, of klanten als een badge uitnodigen, als vanuit een CSV-bestand. Ik ga je laten zien hoe eenvoudig het is om een klant uit te nodigen via ons systeem. Laten we beginnen met het uitnodigen van een klant. Je hebt eigenlijk alleen maar een aantal velden nodig. Dat zijn e-mailadres, het geslacht, de voornaam, achternaam, geboortedatum, namens welke adviseur je het stuurt en wat jullie klantnummer is. Laten we dat invullen. Dat is mijn mailadres. Ik ben een man, Jan Verstegen, en ik vul hier het geboortedatum in. De naam van de adviseur is Henk de Vries. Even netjes spellen, Jan. En vervolgens voeren we het naam en het klantnummer in. Je ziet hier drie mogelijkheden. Een vooraankondiging per e-mail. De uitnodiging volgt dan 2 dagen daarna. De vooraankondiging per sms en de uitnodiging volgt 1 dag daarna. Of geen vooraankondiging en dan wordt de uitnodiging direct verstuurd. Uit onze ervaring weten we dat als je een vooraankondiging stuurt, dat mensen dan sneller geneigd zijn om goed op te letten in de mailbox dat er binnenkort iets aan zit te komen waar zij een dialoog met jullie digitale collega mee kunnen voeren. Voor nu, voor de snelheid, kies ik even voor de bovenste optie en dan druk ik op verstuur. Wat je dan vervolgens zult zien is dat de uitnodiging is verstuurd en dat de klant onder het dossier overzicht hier komt te staan. Hier zie je dat de datum van vandaag en vandaag aangemaakt. Goed, de klant is uitgenodigd. En je begrijpt als dit per badge gaat, dan vul je eigenlijk een soort Excel-bestand met daarin dezelfde gegevens als ik net heb ingevoerd, maar dan in een Excel-lijst. En dan kun je dus niet 1, maar misschien wel 10, 20, 50 klanten tegelijk uitnodigen. Wat je nu zult zien, en ik ga nu naar mijn e-mailbox, is dat als ik refresh, er waarschijnlijk een e-mail staat. Ja, de persoonlijke check-up staat klaar. Die klik ik aan. Dit is dus wat de klant krijgt van jou. En namens je kantoor. Je persoonlijke hypotheekcheck-up staat klaar. Deze teksten zijn allemaal bedacht en afgewogen met gedragspsychologen. Dus zijn erop geënt om ervoor te zorgen dat mensen ook op die button gaan klikken. Wat ik ook vervolgens doe. Want dat start het check-up gesprek met in dit geval Mats, mijn digitale collega. Als de klant daarop klikt, dan zie je een landingspagina waar Mats zit. En die gaat het gesprek aan namens het kantoor en in dit geval Verstegen Financieel Advies. Het gesprek met de klant duurt maximaal 10 minuten. Het is korter, maar we proberen het altijd netjes te timeframen. Zodat de klant weet van, hey, het gaat me maximaal 10 minuten kosten. Heb je die tijd? Ja, dan gaan we van start. We hebben net op het platform de geboortedatum ingevuld. En waarom is dat belangrijk? Nou, we willen wel zien dat de juiste klant ook bij de juiste dossier uitnodiging hoort. Dus we doen een controlestap en dat is in dit geval de geboortedatum. Als het goed is, dan wordt het gevonden. Hartelijk dank, meneer Verstegen. En we beginnen gelijk eigenlijk al met een vraag die veel adviseurs zouden willen weten. Ben je überhaupt nog klant bij ons? Nou, alles loopt nog. Hartstikke goed. En vervolgens gaan wij de check-up starten. En de klant krijgt een aantal vragen. Afhankelijk van de antwoorden die hij geeft, kun je je voorstellen als je alleenstaand intoetst of samenwonend dat er meer vragen komen. Bepaalt de digitale collega op de achtergrond van, hey, moet ik nog meer vragen stellen? Wil ik nog meer gegevens weten? Nou, vervolgens loopt de klant deze dialoog door en ik ga hem gewoon even doorlopen.
Er wordt eigenlijk gevraagd om een situatie-update. Persoonlijke situatie, maar ook financiële situatie en een wenseninventarisatie. Zodat klanten die al een tijd niet meer hebben gesproken, dit kunnen aangrijpen om wat wensen kenbaar te maken. En eventueel een afspraak met jou in te plannen. Er wordt gevraagd naar de hypotheekschuld en het zijn allemaal vragen die klanten relatief makkelijk kunnen beantwoorden. We gaan niet drie cijfers achter de komma vragen, we vragen om zaken die ze snel kunnen invullen, snel weten, maar die wel voor jou een relevant beeld opleveren. Nou, een belangrijke nu is, kun je rondkomen? Zitten daar wellicht aandachtspunten? Hoe gaat het met je inkomen? Wat verwacht je van de maandlasten? En zou je daar een afspraak over willen? Nou, wanneer de digitale collega ziet dat er een afspraak gemaakt moet worden, dan zullen ze dat ook doorgeven aan jou. Zodra de klant het heeft doorlopen, dan zie je dat, dan zie je vanzelf een bericht binnenkomen. En dat bericht dat, zal in ieder geval het gespreksverslag met zich meebrengen, maar ook een aantal highlights, waaronder de waarde van de woning. Ik wil een afspraak, heb je nog een hypotheek en dat soort zaken. Zodat je snel in één oogopslag kan zien van, hey, deze klant wil iets en wat speelt daar. Wat we altijd doen is ook vragen aan de klant. Hey, wat vond je ervan om dit te doorlopen? Vond je het makkelijk? Vond je het heel moeilijk? Wat voor cijfer geef je? Nou, en een 2 op de moeilijkheidsschaal en een 8 als cijfer, dat zien we heel vaak terugkomen. Dat is gewoon prima. Dat doet iets dus ook voor de persoonlijke aanpak van jouw kantoor. Het wordt als, als iets gezien wat prima ingezet kan worden. Klanten zijn er dus blij mee. Nou, vervolgens is de dialoog in dit geval afgelopen. De klant heeft een beeld kunnen geven van de persoonlijke situatie. En uiteraard gaat nu de hele molen op de achtergrond, de digitale collega, voor je aan de slag. En die heeft bijvoorbeeld al een gespreksverslag gemaakt. Maar inmiddels ook dit gespreksverslag naar de klant gestuurd, zal ik straks laten zien. Maar ook naar de adviseur al. En ook in het dossier toegevoegd. Kortom, er gebeurt van alles op de achtergrond, wat de klant nu niet ziet. De klant krijgt keurig een gespreksverslag en dat gespreksverslag kunnen we openen. Die vind je dan ook in de downloads. En vervolgens zie je dat hier een compleet verslag ligt van het gesprek wat ik de afgelopen minuten als klant zijnde heb gevoerd met Mats, de digitale collega van Verstegen Financieel Advies. Mats zei dit, Mats vroeg dat, u gaf dit als antwoord. En dat zorgt er dus voor dat je direct een vastliggend kopie hebt van het gesprek. Heel handig voor je dossier. Wat ik al aangaf is dat de digitale collega op de achtergrond ook voor gezorgd heeft dat de klant dit heeft gekregen. En hier zie je dus inderdaad, de digitale collega heeft het met jou doorlopen en hier is het gespreksverslag daarvan. En mocht de klant vragen hebben, dan kunnen ze contact met jullie opnemen. En heeft de klant aangegeven dat er een afspraak moet komen, dan kunnen jullie zelf contact opnemen met deze klant. Dit is een vogelvlucht hoe je digitale collega voor jouw advieskantoor werkt. En daar gaat veel tijd in zitten, normaal gesproken, in het contact opnemen met de klant, het mailen van de klant, het voeren van het gesprek, de gespreksverslag maken en opvolging geven tot het moment dat jij als kantoor weet van hey, deze klant heeft het doorlopen en wil mogelijk iets van mij. Nou, dat doet de digitale collega dus allemaal voor jou. We hebben becijferd met kantoren zoals jullie dat je daar gemiddeld een 75% van de tijd die je normaal gesproken kwijt zou zijn met het activeren van de klant en het voeren van het gesprek en het afhandelen daarvan, dat je dat bespaart en dat de digitale collega dat voor je doet. Betekent dat, als je dat even omdraait, stel je voor dat je 2 uur per week beschikbaar hebt om met klanten te selecteren en die met de digitale collega te benaderen. Of de tijd die je hebt om vervolgens wat er uitkomt uit die gesprekken op te gaan volgen. Ja, de digitale collega al snel 6 uur daarbij optelt voor je. En zo ben je op een vrij eenvoudige manier al een hele dag per week bezig met het proactief benaderen van je klanten, het spreken van je klanten, terwijl je wel tijd overhoudt om andere zaken voor het kantoor op te pakken. Dit programma loopt met behulp van je digitale collega en natuurlijk de dagelijkse gang van kantoor ook. En dit zorgt er ook voor dat
advieskantoren hier meer tijd vrij door krijgen en op een prettige manier hun klanten weer in contact kunnen komen en spreken. Tot zover deze rondleiding. Wil je meer weten en ben je geïnteresseerd om een digitale collega voor jouw kantoor in te zetten? Nou, dan is het heel eenvoudig. Neem contact met mij op. Dat kan via de mail waar je deze video hebt gevonden. En ik help je graag met de vragen die je hebt ook te laten zien hoe het werkt. En zeg je van, hey, dit zou voor ons kantoor wel eens een hele mooie aanvulling kunnen zijn. Dan hebben we ook snel je digitale collega voor je ingericht en kun je ook daadwerkelijk aan de slag. Ik hoop je snel te spreken. Fijne dag. Thank you.